We hebben toch wel belangrijk nieuws te vertellen, waar ik zeer tevreden over ben. Dat is dat wij vanaf heden gaan samenwerken met de spelers en de zaakvoerders van de Soccer Arena. Ik ben sowieso een grote fan van GC Player Management. Het gaat niet om één persoon, maar het gaat gelijk gezegd om het team. Om het heel team. Dat ben ik, dat is voor mij, dat staat hoog in het vaandel. Hè. Lumburg, ik ben er fier op. En daarom moet ik natuurlijk altijd proberen zoveel mogelijk in Lumburg te doen. Er zit zoveel vis in de vijver. Dat ik zeg, luister hier, je moet niet verder gaan vissen, hè. Want je krijgt ze hier niet gevangen. En, de meeste kinderen die vragen een bepaalde leeftijd, als ze een bepaald niveau halen van kunnen jullie ons begeleiden? Nu eerlijk gezegd, we hebben dat een paar jaar stilletjes aan opgebouwd, maar we misten een platform en een bepaalde naamzekerheid met een heel team achter ons. En daarvoor hebben we eigenlijk gekozen voor GC Player Management, ook omdat we Josy, ik zelf kende hem al bijna 20 jaar, altijd een goede band mee gehad. En ik vond het ook het moment voor de Masita Soccer Arena om die stap te zetten voor onze spelers. Het gaat hem echt om de spelers. Ja, we hebben hier, zoals je ziet, Philippe, onze accommodatie die wij volledig ter beschikking stellen van ons, mag ik zeggen, van GC Players Management en de Masita Soccer Arena. We hebben niet alleen dit, we hebben nog heel veel andere attributen. We hebben ook een schitterende fitnessruimte die we ter beschikking hebben voor de jongetjes, of voor de jongens, of voor de profs. Josy, ja, mooi, mooi. Ja, zeker. Mooi logo, hè. Een belangrijk aspect, dus zeker, vind ik persoonlijk, en zeker als we met jonge gasten bezig zijn, school. De jongens moeten zich kunnen blijven focussen op hun school. Waarom? Ze moeten iets in handen hebben voor het geval dat het niet moest lukken. De kans is er altijd, hè, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar we gaan de jongens daar ten volle ondersteunen en begeleiden waar het nodig is. We moeten natuurlijk het netwerk in Lumburg moeten we goed gaan begeleiden. Weet je, er zit heel veel talent in Lumburg. Maar ik blijf erbij, zal ik zeggen, met de deal wat we vandaag gedaan hebben, zal ik zeggen, ben ik van overtuigd, weet je, dat er iedereen kan bieden worden. En zeker in eerste plaats dat het de speler zijn. Dus het gaat zich altijd om de speler. Niet om ons, wij zitten eigenlijk op de achtergrond, wie zijn wij, voilà. Ja, we kijken, maar het gaat zich de spelen moeten bij alles. Op het einde van de rit moet je kunnen gaan zeggen, luister hier, daar hebben we alles voor gedaan.